Goedemiddag allemaal. We zijn nu zover dat ons matje, het eerste matje van voor het pleesmatje af is. En dat is geworden een 19 op 16. Dus als je zo'n 2 aan 1 wilt naaien, 16 maal 2, dat is 32. Dan hebt u ongeveer 30. En een 2 centimeter meer, dan hebt u ongeveer zo een matje. En voor een pleesmatje vind ik dat nu wel een goede maat en de hoogte. Dus nu ga ik u even laten zien hoe u dat wild, dat loempje, dat weefloempje opzet. Dus je steekt je eerste draad erin en je laat die wat afhangen. En liefst zo van die koord als je dat hebt. Want dat is een beetje beter om op te weven, dat is een beetje strakker. Want als je wol opspant, dat is nogal los. Dus, en dan ga je in ieder gaatje. Dus je neemt de gaatjes. En je maakt eerst je uiteinde vars. Je doet dat naar boven. Eventjes ertussen. En dan trek je dat goed naar beneden. En je doet dat nog eenmaal. En dan zit dat goed vast, ziet u? En dan begin je dus altijd met van voor naar achter je vakjes op te winden. En je ziet dat je ze goed aanspant. Want hoe beter je ze aanspant, hoe mooier dat je kunt weven. Dus dat is helemaal niet moeilijk op deze loempje. Daarom vond ik het ook zo leuk en heb ik het ook gekocht. En dat was maar €10,75. Ik kan u beneden in de link de koper vermelden waar ik het gekocht heb. Bij de aftiteling. Dat zullen we dan nog indrukken. Dus, en dan zijn we nu al rond. En dan knip je een goed stukje af. En dan doet je juist gelijk langs de andere kant. Dat we hier gedaan hebben. Je draait dat er dus een paar keren rond en je trekt dat goed aan. Zo. En dan kun je er sowieso over gaan en dat is prima opgespannen. En dan kunnen we nu beginnen weven. Dus ik zal u het nog eventjes laten zien, maar voor die dat de eerste keer doen, is dat niet zo. Ja, nu ga ik dat draadje juist in de knoop. Dan gaan we even een ander pakje. En het was toch een beetje kort, want dan moet je te veel met. Je moet je draden ook niet super lang pakken, maar nu ook niet te kort, want dan heb je gezien, je hebt hier een heel pakje draden dat je later moet instoppen.
Maar dat is onvermijdelijk. Dus het eerste stukje laat je eruit hangen. En dat is het koortje van. Dus en dan begin je. Je draait dat er eerst even rond. En dan begin je met weven. Dus ja, van boven naar onder. En als u juist beneden begint, dat is altijd een beetje moeilijk. Natuurlijk, als u, hoe meer u naar boven gaat, hoe gemakkelijker het er wordt. Dan gaan we eerst onze draad doortrekken. Ja. Zo. En dan hebben we al één rijtje gedaan. En dan ga je weer met die draadje erin. Want je ziet, je krijgt toch mooie rechte kanten als je dat doet. Ziet u? Dus en dan ja, op en neer altijd. En ja, ik zeg het in het begin, een beetje met een lange draad. Zo. En dan zijn we weer op het einde en dan gaan we weer rond. En dan begin je dus weer op en neer. Ik zal nu nog doen tot het einde van de rij. Ja. En zo zet je dus dit loempje op. En om af te zetten, maak je gewoon je lusje hier van achter los. En je knipt al je draadjes eraf, zo gelijk hier gebeurd is. En dan moet je ze natuurlijk doorknippen en knoopjes in maken dat uw stof goed vast blijft zitten en uw draden wegwerken. En dan gaan we nu, zijn we weer op het doekje. Zo. En dan gaan we weer lustig verder. Ja, ik hoop dat u dit een leuk videootje vond. U ziet, en dan heb je later dus je kammetje om dat zo wat bij te werken. En ja, ik hoop dus dat u het leuk vindt, dat weven. En duim op nog. Dag!